Met het project Limburg 1914-1918, kleine verhalen in een grote oorlog, hebben we op een creatieve manier de samenwerkingsverbanden tussen de Limburgse gemeenten en hun inwoners aangehaald. Iedere gemeente heeft zijn verhaal op zijn manier verteld. 44 betonnen stuilhelmen symboliseren de Duitse bezetting van Limburg tijdens Wereldoorlog 1. Op weg naar hun gemeente om ze creatief te bewerken en een boodschap mee te geven. 44 gemeenten met elk hun eigen verhaal. 44 creaties weerspiegelen hoe de soldaten in 1914 naar de oorlog vertrokken en 4 jaar later veranderd en getekend voor het leven terugkwamen. Alfons Giele die was samen met zijn compaan in Nieuwpoort gaten aan het kappen in de keldermuren van aanpalende woningen om achteraf heel waarschijnlijk een vluchtroute te kunnen creëren. En na hun werk, daar was geen proviant voorzien, ze hadden honger, gingen ze de stad in burgerkledij natuurlijk, en ze waren wel op tijd teruggeraakt voor 6 uur voor het appel, maar hun uniformen waren gestolen. En toen hebben ze dat gemeld aan de sergeant. Die heeft hen aangeklaagd. Achteraf zijn ze beschuldigd geworden van het verlaten van een post in het aanzien van de vijand. En een paar dagen later, daar was een klein procesje geweest, zijn ze terechtgesteld. De Eerste Wereldoorlog was de oorlog van de loopgrachten. Het graven van de loopgrachten en de strijd erin en er rond. De figuurtjes die erin staan afgebeeld, dat zijn dus gevallen soldaten en ook andere slachtoffers uit Bilzen. Die figuurtjes er rond zijn allemaal soldaten, gemixt, vijand en de Belgische soldaten onder elkaar die één richting uitlopen. En vanaf daar komt het bloed wat uit de loopgrachten loopt, dit keer wel uitgebeeld in grijswaardes, omdat het toch wel een hele grijze periode was. Ik heb een ontwerpje gemaakt en ik ben toen op zoek gegaan naar informatie. Dat was in de eerste plaats informatie over Alfons Giele. Ik heb contact genomen met zijn achterkleinzoon, Jos, en die heeft natuurlijk dadelijk toegestemd, die was vereerd dat ik Alfons zou verwerken in de helm. Ik heb ook contact genomen met de heemkundige kring en die hebben mij ook die foto's kunnen bezorgen. Ik had mijn informatie en toen ben ik beginnen te werken. Dat wil zeggen, ik heb eerst een sleuf gemaakt met een slijpschijf. De loopgracht was af, ben ik op zoek gegaan naar speelgoedsoldaatjes. Die heb ik dan in latex gegoten met acrylverf en achteraf cementpoeder over gestrooid. Wat het belangrijkste is, is dat Alfons Giele hier in de picture staat. Daarom ook dat vergrootglas, waar je kunt draaien, zetten om zijn gezicht beter te zien, ook om de tekst beter te kunnen lezen. Klein en eenzaam in die grote oorlog. De 44 helmen zijn een blijvend symbool ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Limburg en gaan naar hun laatste rustplaats. Alle info op www.limburg1914-1918.be.